Uitvaart is een totale andere beleving geworden. Vroeger hadden we in de aula 3 muziekstukken en we lieten de kist zakken. En daarna liepen we door naar de koffiekamer om een kop koffie met een plak cake te gaan eten. Ja, die tendens, die trend is helemaal veranderd. Wij zijn hier al ongeveer 1,5 jaar samen met onze architectenbureau Doepel Strijkers bezig om het proces op te zetten voor onze grondige renovatie. Het pand staat hier al 30 jaar, maar is niet meer van deze tijd. Het voldoet niet meer aan de huidige klantwensen. Daarbij is het pand totaal niet duurzaam. Dus er wordt ook met verduurzaming heel veel gedaan. Dat denken we aan warmtepompen, terugwinning van de warmte uit de oven. Wij hebben natuurlijk in de afgelopen jaren heel erg goed geluisterd naar onze gasten, maar ook naar onze uitvaartondernemers. Daarop is het plan helemaal gebaseerd om aan die wensen en voor de toekomst natuurlijk te gaan voldoen. Crematorium Zaanstad is een onderdeel van PC Uitvaart. En de organisatie heeft als doelstelling om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Daarbij staat ook voorop een eigentijdse uitstraling, waarbij duurzaamheid voorop staat en het hergebruik van materialen. Het hele centrum zal veel meer toegespitst worden op de persoonlijke wens van de nabestaanden. Het biofilisch design staat daarin voorop. Dat betekent de natuur van buiten naar binnen halen. Dat moet rust creëren, dat moet een verbondenheid geven. En daar wordt in een andere video verder op ingegaan. Audiovisueel gaat er wel het een en ander veranderen. We krijgen nieuwe ruimtes waar we ook ceremonies kunnen gaan geven. Daarbij moet natuurlijk muziek, beeld en geluid goed vertegenwoordigd zijn in die ruimtes. Schermen neerhangen, je zal ze nog hier en daar wel tegenkomen. Maar we werken ook heel veel schermen weg achter spiegelglas, waardoor je een hele andere beleving krijgt. Op deze wijze zullen we een nieuwe standaard neerzetten in de uitvaartbranche. Voor iedereen die op de hoogte wil blijven, maken we deze videoserie. Ook te volgen op onze Facebookpagina Crematorium en Uitvaartcentrum Zaanstad. En uiteraard ook op onze website.